Lex van Weeren wordt geboren in 1920 en groeit op in Amsterdam. Het spelen op de trompet leert hij zichzelf aan. Als in de Tweede Wereldoorlog het hele gezin van Weeren wordt opgepakt en op transport wordt gezet naar vernietigingskamp Auschwitz, is het juist de trompet die hem het leven redt. Als enige van het gezin weet hij, als lid van het kamporkest, de verschrikkelijke tijd in het kamp te overleven. Soy Kroon en Thomas Kammaert vertellen en spelen in de regie van Eddie Habbema het bijzondere en aangrijpende verhaal van Lex van Weeren. Trompetist in Auschwitz.